Ik heb vandaag contact met Sina Geurtjes. Sina Geurtjes, jij werkt bij Wijkkracht Bonnen. En jullie zijn een nieuw project gestart en het project heet Vroeg erop af. Wat houdt dat project in en hoe is het ontstaan? Ja, wij zijn vorig jaar oktober zijn wij begonnen met het project Vroeg erop af. Dat is in samenwerking met de gemeente Bonnen. Eigenlijk heel kort gezegd houdt het in dat wij inwoners van Bonnen met beginnende betalingsachterstanden actief benaderen en hulp aanbieden. En wat, hoe is het project tot stand gekomen en met wie? Volgend jaar gaat de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening in. En in die wet worden gemeentes verplicht om schuldhulpverlening aan te bieden op een preventieve manier, dus echt heel erg in het begin al. En de gemeente Bonnen heeft ervoor gekozen om daar nu alvast mee te beginnen. Omdat, nou ja, weet je, hoe beter voorbereid je bent, hoe beter het is. Dus Bonnen is nu al begonnen. Ze hebben daar Wijkkracht voor gevraagd of Wijkkracht het project uit wil voeren. Dus ik en mijn collega Marie zijn echt degene die bij de mensen aan de deur gaan. Je vertelt dus, je gaat bij de mensen langs. En is dat afgesproken dat je bij de mensen langs gaat? Of hoe werkt dat in de praktijk? Ja, wij krijgen iedere maand een lijst door met adressen waar mogelijk betalingsachterstanden zijn. En aan de hand van die lijst gaan wij bij de mensen aan de deur. We gaan echt letterlijk dorp af. Ja, daarom heet het project denk ik ook vroeg erop af. Ja. En wat zijn dan de reacties van de mensen? Want ik zou me kunnen voorstellen, je zit misschien in een hele nare situatie. Je hebt veel schulden opgebouwd en in één keer staan jullie voor de deur. Ja. Ja, het zijn vaak niet mensen die al heel veel schulden hebben. Het zijn vaak mensen met echt beginnende achterstanden. Die bijvoorbeeld iets achterlopen bij de zorgverzekeraar. Of een maand hun huur niet hebben betaald. Of het zijn vaak nog niet hele hoge schulden. Mensen reageren wisselend. Sommige mensen die denken, die zeggen nou, jullie overvallen me. En die schrikken toch echt wel. Er zijn ook mensen die heel blij zijn dat we er zijn. Die dus echt al een tijdje merken dat het financieel niet zo goed gaat. Maar die zich toch schamen of op een of andere manier niet de stap naar de hulpverlening zetten. En die mensen zijn heel blij dat we komen. Die denken, oké, het is nu toch al bekend. Dus dan kan ik ook maar beter gewoon mijn hele verhaal doen en hulp vragen. Als je het hebt over de wet privacy, hoe verhoudt zich dat tot dit? Want ik zou me voorstellen, jullie krijgen gegevens van andere instellingen. Je staat bij mensen voor de deur. Mijn eerste reactie zou zijn van, hoe kom jij aan mijn gegevens? Ja, dat is ook de reactie die we heel vaak krijgen van inwoners. De eerste vraag is vaak, hoe weten jullie dit? En mag dit wel? En het mag dus wel. En dat is omdat er ook een wettelijke component in zit. Die wet op de schuldhulpverlening, die maakt dat dit soort gegevens dus wel uitgewisseld mogen worden. En het gebeurt ook allemaal in een heel apart systeem. Dus is zeg maar een systeem waar alleen ik en mijn collega in kunnen. En de collega van de gemeente Bonnen, die kunnen daarin. En verder kan daar ook niemand bij die gegevens. En resultaten, hebben jullie tot nu toe al resultaten geboekt? Kun je daar ietsjes over vertellen? Ja, we zijn nu bijna een half jaar bezig. En wat wij veel zien is dat mensen naar aanleiding van ons bezoek het toch zelf weer op gaan pakken. Die denken dan, oké, het is nu bekend bij de gemeente dat ik een betalingsachterstand heb. Ik ga dan maar snel betalen, want anders staan ze hier volgende maand weer. Dus wij merken dat het preventief heel goed werkt. Dat mensen denken, oké, ik ben nu een keertje, ze voelen dat dan vaak toch wel een beetje als op de vingers getikt. Of op de vingers gekeken. Dus wij merken dat heel veel mensen uiteindelijk zelf de betalingsachterstand voldoen. En er zijn nog niet heel veel mensen waarbij wij langduriger hulp bieden. De meeste mensen komen er uiteindelijk toch zelf weer uit. Of daar gaan we een paar keer naartoe en dan zetten we het allemaal weer op een rijtje voor ze. En dan kunnen ze eigenlijk altijd zelf weer verder. Verwacht je in deze coronatijd dat die vraag zal toenemen naar deze vorm van hulp? Of dat er meer mensen in de schulden komen? Ja, dat denk ik wel.
dat, ja, want wij merken nu al dat wij, niet per se vanuit vroeger op af, maar dat wij wijkkrachtbreed nu al meer vragen krijgen op financieel gebied. Mensen die bijvoorbeeld tijdelijk niet kunnen werken of tijdelijk minder werken, waardoor het inkomen terugloopt, die nu al vragen hebben van, goh, hoe moet ik dat doen? Waar heb ik recht op? Hoe kan ik deze tijd doorkomen? En als je de nieuwsberichten ook een beetje leest, dan wordt er toch wel gewaarschuwd voor een nieuwe economische crisis. Nou ja, ik hou mijn hart wel een beetje vast. Mm-hmm. Nou, ik zou zeggen, bedankt dat je wilde vertellen over dit initiatief. Volgende week gaan we het over wat anders hebben. Dan spreken we weer een van jouw collega's. Ja, jij werkt nu ook vanuit huis, hè? Want jullie mogen niet... Ja, ook niet bij de mensen aan huis komen nu op dit moment. Nee, en als mensen weer iets meer willen weten over dit, waar kunnen ze dat vinden? Op de website van Wijkkracht staat een uitgebreid stuk over vroeger op af. Het heeft ook op de website van de gemeente gestaan. En op de Facebookpagina van Wijkkracht Borgenen delen we ook regelmatig dingen hierover. Goed, bedankt voor dit gesprek. En nou ja, goed. Tot ziens. Ja, dank je wel. Maar dan op een andere manier via Skype. Ik hoop het. Goed. Dag.